Het is je gegund. Dankjewel. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Hij is 3 uur bezig geweest om ons te volgen. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Helemaal uit Nijmegen. Dit is niet normaal. Ik heb nog niet eens de intro opgenomen. Dit is niet normaal. Ik wist helemaal niet dat jij hier woonde, joh. Ja, ik woon hier. Ja. Mijn zoontje, ik woon daar. En mijn zoontje staat in judo. Dus ik ken dat. Ik kom naar je toe. Had je de rebus echt opgelost? Ja, dat stond echt Pauwkamp Maarsen. Ja. Ik denk de rebus ben ik slecht in. Ik vul gewoon die stoms in dat ik altijd doe. Dat kent mij een beetje. Dat is Pauwkamp, maar ik denk, oh nee, dat moet ik gaan. Pauwkamp, oh, dat is iets stoms. Huh? Daar woon ik. Hé, hey, we hebben niet eens de intro opgenomen. Het is je gegund. Dankjewel. Het is een van de eerste pinpointers van Quest. Ja. Dus het is nog met een blokje. Oh, perfect. Maar ik ben niet de zuinigste, dus ik geef je er ook een blokje bij. Ja, maar goed, I like it. Dankjewel, want ik zat laatst echt te denken, ik moet nog een pinpointer hebben. Ik heb er wel één, maar ik wil er nog één. Gewoon voor zekerheid en alles, voor mijn zoontje. Nou, ik ben echt super bedankt, man. Nou, top. Super, super bedankt. Dank jullie wel. Nou, hey Shirley. We hebben nou die prijs al uitgegeven, maar we hebben nog niet eens één gaatje gegraven. Nee, zullen gaan we nu doen? We gaan wel even een paar gaatjes graven, hè? Ja, laten we dat doen. Want we hebben hem uiteindelijk is het niet lullen maar graven die hem gepakt hebt. Kijk, we moeten natuurlijk wel die pinpointen weer terugverdienen. Toch? Sure. Wat heb je al? Niks. Nog niks? Nee. Jeetje Mina. Ja. Jeetje Mina, een paar dopjes. 5 gulden? Vroeger. Vroeger? Ja. Leuk toch? Ik had vroeger zakgeld. Dat was 5 gulden. Ja. Nou, alsjeblieft. En daar kon je echt best veel mee doen, hoor. Ja, zeker. Dat zou nu 10 euro, nou misschien wel meer dan 10 euro zijn. Beetje inflatie erbij. Ja. Dit was het voor dit. Dit was het denk ik voor. We zijn nog steeds perplex. Ja, we zijn een beetje perplex. Nou ja, we hebben toch nog even een half uurtje hier gelopen. En dus een half uur de tijd gegeven voor de mensen die al onderweg waren. Maar we gaan nu toch echt naar de volgende locatie. Nou, we staan in Gouda. Ja. Hoe heet het hier ook alweer? De Forstmanstraat. Forstmanstraat. We staan in de Forstmanstraat in Gouda. Dat is Zuid-Holland, dus het is de tweede provincie. En we hebben niet zo heel veel hier. Maar ja, het is ook allemaal maar random, hè. We gaan op Google, we prikken een plek en we gaan rijden. Ja, natte vingerwerk. Ja. Shirley. Ja. Maar goed, we hebben een foto gemaakt van een molen. De molen staat daar. De Malle Molen. Malle Molen met een kerk. En nog 3 puntjes erachter. En hier staat een of andere, ja, of het nou een waterzuivering of een fabriek is, ik weet echt geen idee. Maar die foto's hebben we gedeeld en we hebben de hint gegeven waar ze pijpjes maakten. Goudse pijpjes. Ja. Dus, ik kan hier lekker aan een pijpje lurken. Gaan we weer. Nou, dit veldje is wel veel kleiner. Maar we weten natuurlijk nooit hoe lang we moeten wachten. Maar, er liggen wel centjes. Hey, centjes. Nou, je kan goed zien dat hier nog niet zo vaak gezocht is. Want die 10 centjes, en die zijn zo helemaal een beetje zwarte aanslag erop. Nou, dat duurt best lang bij eurogeld. Het blijft heel vaak mooi schoon. Dus, nou, wie weet vinden we hier iets meer. Er is nog niemand op komen dagen, dus. Buiten, grond, hij is wel. Wat heb je? Een beetje verbogen, een ring. Oh, cool. Cool, hè? Kijk. Met een steen erin. Ja, geen idee. Jij bent van de stenen, toch? Ja, maar ik. Volgens mij is het niet. Het is niet een echte steen. Ja, ik weet het niet. Het is wel niet. Een echte steen. Maak open, ik ben nieuwsgierig. Ja. Ah! Lekker, vieze vingers, boeiend.
Ik vind het trouwens wel onwijs schattig gezicht, zo'n mega koptelefoon op twee van die kleine oortjes. Ja. Hey, zal de locatie al een beetje gevonden zijn? Ja, volgens mij had iemand wel gezegd, toch? Ja, iemand had wel gezegd, maar tussen zeggen en komen is heel wat anders. Dat is waar, zeker. Maar we zien het wel even. We gaan nog wel even door, toch? We gaan even, punniken. Hij is... Is hij mooi? Hij is hartstikke mooi. Hij is hartstikke... Ja, ik moet je niet teleurstellen, maar ik denk dat hij minder echt is als dat, ja, hij eruit dat ziet. Ja, dat denk ik ook, maar goed. Hij ziet er wel heel leuk uit. En het is een ring. Sieraden vinden is altijd leuk, hè? Ja, ik vind het bijna nooit. Nee. Dat is wel tof. Sieraden vinden is altijd leuk. Ja. Ja. Ben ik de eerste? Je bent de eerste! Ja! Hey, Ruud. Volgens mij... Itse? Ja, Itzwijns. Itzwijns, jeetje. Kom jij hier vandaan? Ja, ik woon hier vlakbij. Nee, meen je niet? Ja. Dus je zag de foto's of zag je... Ja, ik zag de foto's. Ja, dat is hier. Dus ik ben gelijk met mijn moeder hier heen komen rijden. Oh, ja, oké. Okay. Dus je bent met de auto. Oh, God, ja. Heb je een metaaldetector bij je? Nee, dat helaas niet. Ja, ik kan ja, anders hadden we even, aan, anders hadden we nog even kunnen zoeken. We hebben nog... wat hebben we nog? Een half uurtje? Ja, zoiets. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Ik heb voor jou... De X-pointer. Daar ben je voor aan het rennen geweest. Ja, hij is niet oplaadbaar, dus nee? Je krijgt er ook een blokje bij. Kijk. En? Een volste tas. En ik hoop dat je deze ook gaat gebruiken. Ja, tuurlijk. Die ga ik in mijn tas doen. Ja, superleuk. Dus, nou, bij deze. Ja. Je bent de tweede winnaar. En we gaan hier nog een half uurtje zoeken, denk ik. Ja, ik ga hem er zo wel weer aan, denk ik. Ja, half uurtje, drie kwartiertjes. En dan gaan we naar de laatste locatie. Oh ja. Dus. Oh, ik zie moeders ook. Ja, dat is mijn moeder. Hallo. Sta je lekker te frubbelen? Ja. Nou, jij hebt toch nog aardig wat geld. Nou. En je hebt een ring. We hebben niet de benzinekosten eruit, maar bijna, denk ik. Bijna? Ja. Bijna. En dat kan ik helaas ook niet declareren. Nee. Als jullie nou de benzinekosten willen betalen, Giro 353. Nou, top. Hey, even serieus. We gaan naar de volgende. Yes. We hebben een beetje een kringetje van, ik heb het niet helemaal uitgerekend, maar de eerste rit was een dik drie kwartier rijden. En toen hebben we nog een keer 40 minuutjes gereden. Ja. En nu gaan we nog een keertje 40 minuutjes rijden. Dus we komen wel op 150, 200 kilometer en een omtrek. Maar we gaan naar de laatste locatie. We wilden eigenlijk de drie provincies doen, maar we blijven in de tweede provincie. Ja. Maar we gaan niet zeggen waar we heen gaan. Ah, dat ken eigenlijk wel. Ik denk, wat heb je nou in je hand, joh? Maar dat is je microfoontje. Ja? Dat is mijn microfoon. Het is even niet anders. Nee. Er hoort een elastiekje omheen. Okay. We gaan naar de laatste locatie. En die gaan we een rebus of we gaan weer wat verzinnen. We gaan iets verzinnen. We gaan iets verzinnen. Ja. Ik hoop dat er iets minder wind is. Ik weet waar we heen gaan, staan veel flats. Oké. Okay. Dat is altijd minder wind. Ja. Ik ben hier niet zo goed in. Nee, ik ook niet. Oh. Dus, we gaan naar de volgende locatie. Tot straks. Over 600 meter neem op de rotonde. Tweede afslag naar de Nieuwegouwen omzet, de N207. Kijk, daar komt mijn Mackie aan. Ik had stiekem zelf ook wel heel erg honger, dus ik was wel ontzettend blij dat jullie even moesten eten halen. Ja, kijk eens. Dankjewel. Quarter pounder, ja. Als een natural born vlogger sta je altijd tegen jezelf te kletsen. Ja, dat is waar. Zoek voedsel. Ja, daar kennen we er straks wel weer tegenaan. We hebben trouwens geen samenwerking met McDonald's. Nee. Dus wij noemen het nu de Gouden Bogen. Ja. Restaurant de Gouden Bogen. En dan kunnen we straks met een gevuld maagje, even warm in de auto, op naar de volgende. Gaan we doen. Hallo. Hallo, laatste locatie. Koud. Ja, het is koud. Ja. We hopen eigenlijk stiekem dat we een beetje snel gevonden worden. Ja. Want het is koud en jullie moeten straks nog een heel eind rijden. Ja, naar Den Bosch. Naar Den Bosch. Ja. En ik wil in bad. En nou geen hamburger hier zo aan de zijkant. Huh? Geen hamburger. Nee? Nee, je hebt geen hamburger in de zijkant. Ergens halverwege zit hij. Ja.
in mijn haar. Nou, prachtig veldje. Ik zie heel veel doeltjes. Ik denk dat er wel wat te vinden is. Gaan wij ook scoren? Wij gaan ook scoren. Wat heb je? Nee, dat is niks. Ik dacht eerst, oh, zilver. Nee, dat is een haarknoopje, denk ik. Een haardingetje. Ja. Dat is zo'n dingetje. Kijk, vlechtjes van maken. Oh, echt wel? Nou ja, dat denk ik. Ja, ja natuurlijk. We waren net op tijd. Hey. Het is wel een apart verhaal, want we waren net in Gouda. In Gouda. Na Utrecht zijn we naar Gouda gereden. Jij wist het en je bent naar Gouda gereden. Ik ben naar Gouda gereden. Ik was er vlakbij, ik was om de hoek. Alleen ik was net te laat. En toen was je net te laat, want toen had Itz hem gevonden. Die Itz heb gewonnen. Ja. Dus je was er. Ik was er vlakbij. Maar we hebben je niet gezien. Nee, ik heb jou ook niet gezien. Toen heb je gezien dat hij daar gevonden is. Ja. Toen ben je weggereden. Toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon richting jouw huis. Ik denk Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland. Ja. Aalsmeer of zo. Ja. Dat was de bedoeling. Of Kudelstaart. Dat was de bedoeling in eerste instantie. En ik was net thuis, echt net thuis. Ik kon op 12 hoog. Ik ververs hem nog een keer. En ik, hey, Europa Park! Hup, rennen! Hup, weer de auto in! Dus kortom, hoe lang ben je onderweg geweest? Drie uur. Drie uur ben je in totaal... Hij is drie uur bezig geweest om ons te volgen. Ja. Die-hard fan. Die-hard fan, drie uur en dan heb je hem verdiend. Dus ik heb hier een pinpointer. Dankjewel. Hij is niet oplaadbaar, dus je krijgt er een blokje bij. Dat is mooi. En een tas. En een tas. En een patch. Maar die heb je al. En ik heb nog twee patches in mijn handen. Want ik zie in mijn ooghoeken... Zie ik er twee die te laat zijn. Of tenminste, niet te laat. Net hoor. Net aan te laat. Net aan. Ja. Blijf even. Hey. Hi. Hi. Nou, jullie zijn te laat. Sorry. Daar kan ik niks aan doen. Maar ik geef jullie dan in ieder geval allebei een pet. Dat jullie niet helemaal met lege handen naar huis gaan. En bedankt dat jullie in ieder geval wel meededen. Hallo. Dit was hem weer. Oh, doei. Doei. Nee, dit was hem weer. We hebben wel, we hebben eigenlijk best wel veel lol gehad. We hebben lekker hamburgertje gegeten. We hebben aardig wat kilometers gereden. En we hebben drie mensen blij gemaakt. Heel blij. Waarvan het eerste was echt super snel. De tweede was zoals we het verwacht hadden. En de derde was eigenlijk gewoon een ontzettend leuk verhaal. Want hij heeft ons gewoon drie uur... achterna gereden. Hij is gewoon aan het zoeken, googelen en aan het rijden geweest. En hij was bij de tweede locatie was hij er bijna, maar zat hij er één speelveldje naast. Ja. En hier heeft hij ons dan uiteindelijk gevonden. Nou ja, dat vind ik eigenlijk, dan is het er ook meer dan mooi waard. Verhaal, ja, maar dan is het ook meer dan waard. Dan is het gewoon echt een terechte winnaar. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet eventjes een duimpje omhoog te doen. Vonden jullie de algehele content nou leuk? Vergeet dan niet te abonneren. Dat is gewoon leuk. Voor mij, want ik steek een hoop tijd in de video's maken. Ik moet allerlei mooie vrouwen omkopen om mee te gaan. Om een beetje content voor de mannenwereld te scheppen. Dat kost tijd, dat kost energie, dat kost van alles en nog wat. En het enige wat ik terugvraag is het abonneerknopje. Meer niet. Is nog gratis ook. Nou, ja, ik heb niks meer te zeggen. Oh. Nee, dat zeggen wij. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.